De Lions Club Paramaribo Ready heeft vandaag een recyclingcontainer geschonken aan de Herman Jozef School te Latour. Het doel van de schenking is een stop te brengen aan het vervuilen van de omgeving met plasticzakken en petflessen. De container is onthuld door de president van de Lions Club Paramaribo Ready, Virginia Faveurus, Glenn Ramjan van het bedrijf Surisuur en enkele leerlingen en leerkrachten van de Herman Jozef School. Virginia Faveurus, president van de Lions Club Paramaribo Ready, die de kinderen toesprak en hen opriep hun omgeving schoon te houden. Want voor ons allemaal is het eigenlijk goed dat de omgeving schoon is. Waar je woont, waar je werkt, waar je op school bent. En dat voorkomt ook ziektes. Want als de pepflessen op straat blijven, gaat er water in zitten. En je weet, muskieten is een mooie bron voor ze, waar ze water vinden om in te gaan zitten. En dat veroorzaakt allemaal ziektes. Wij hopen dat jullie heel goed gebruik van die ton zullen maken. En echt alle flessen in de omgeving, plastic waar allemaal dat niet meer goed is, hierin zal zitten. En dan weten we dat als we over een paar maanden weer in deze omgeving komen, dat we zien dat het helemaal schoon is dankzij jullie. Twee leerlingen geven kort aan wat zij zullen doen om hun omgeving netjes te houden. Jullie hebben gezegd, al die flessen van thuis moeten we naar school brengen en in die container zetten. En die flessen van school, als we klaar zijn met drinken, misschien hebben we een fles, dan moeten we het in die container zetten. We moeten ze zeggen om het op te rappen en die container zetten. Jaden Ford en Ultrisa Umati van de Herman Jozef School. Zij zijn heel blij met de recyclingcontainer die Lions Club Ready de school heeft geschonken. De leerlingen hadden de gelegenheid hun eerste flessen in de container te doen.